Daarachter volgt Haltiga Di Gheo. Vierde plek is voor Haradja. En de tussentijd, tweede tussentijd, is 1.16.8. We hebben een vlotte eerste kilometer gehad van 1.14.3. En inmiddels zijn we in de laatste kilometer. Leiding in handen van Ideal Turgo wordt gevolgd door Jaika de Van. Aan de buitenkant gaat nu naar voren Gaia Kiel. Gaia Kiel gaat naar plaats 3. Komt naast Haltiga Di Gheo. Daar naar achter in het tweede spoor gaat mee naar voren Haradja. Binnendoor schuift op Fayette Dream. Voorlaatste plaats is voor Harmonie du Nord. En de laatste plaats voor Frederike Norg. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Ideal Turgo leidt. Ideal Turgo gaat Kaya Kiel dichterbij krijgen. Vlak daarachter aan de relingzijde opereert Jaika de Van. Gaat makkelijk mee, tussentijd 19-9. En mooi in de koers ligt aan de buitenkant Haradja. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Jaap van Rijn doet dat als eerste, die laatste bocht indraaien met Ideal Turgo. Ideal Turgo, daarachter ligt in de wachtkamer aan de relingzijde Jaika de Van. En die krijgt zometeen een gaatje. We zijn halverwege de Tjarda-bocht. En Jaika de Van gaat een half spoortje naar buiten. Binnendoor gaat dat gaatje onmiddellijk in Haltiga Di Gheo. En zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Ideal Turgo leidt nog altijd. Jaika de Van aan de buitenkant gaat proberen om hem aan te pakken. Probeert in te lopen, maar loopt nog niet in. Aan de buitenkant komt nu wel heel hard aan Haradja. Paarden zijn in de laatste meters. Aan de binnenkant nog altijd Ideal Turgo. Ideal Turgo leidt. En Ideal Turgo gaat ook winnen. Ideal Turgo, laatste 500 meter in 1.15.2. Blijft uit de greep van Haradja. En plaats 3 daarachter aan de relingzijde. Lijkt nog net voor. De uitslag van koers 3, de Prix Delia du Pommereux, is inmiddels ook gelijk officieel. Winnaar paard nummer 5, Ideal to go met Jaap van Rijn in een tijd van 1.15.9. En hier bij de Victory Circle is onder andere de eigenaren en ook trainer Bas Krebas. Jaap van Rijn krijgt de bloemen namens Miep Hamming. Jaap, dit is mooi invallen zo. Ja, en met dit weer kun je wel een overwinning gebruiken, want het gaat de zin er snel af. Snap ik zeker, maar het paard beviel goed. Nee, zeker. Het paard was goed. Bas zei ook, ik kon goed beginnen. En, ik wist dat Luid de kop af wou geven. En, dat kon ik rustig aan naar de kop. Toen had Henk geen positie. Dus toen konden we het mooi oplossen. En na snelle eerste kilometer kon ik gelukkig even rustig aan doen. Maar hij wint vrij makkelijk. Dus nee, goed paard en een lekker paard om mee te rijden. Dus, Mooie resultaten. Had je al eerder voor Bas gereden? Ik heb wel een paar keer gereden, maar nog niet gewonnen. Dus nou ja, gelukkig vandaag wel. Super Jaap, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mooie overwinning van Jaap van Rijn en Ideal to go in een tijd van 1.15.9. Ideal to go is een vijfjarige vosmerrie van Orlando Vici uit America to go. Gefokt in Frankrijk en eigendom van Stal PD. Trainer Bas Krebas en de catchdriver Jaap van Rijn. Hij had dus al eerder voor Bas Krebas gereden, maar dit is zijn eerste zege voor de stal uit band. Tweede werd paard nummer 3 Haradja. Derde de 8 Jaika de Van. Vierde de 1 Gaia Kiel en vijfde de 6 Haltiga Di Gheo. 5, 3, 8, 1, 6 is officieel in koers 3 de Prix Delia de Pommereux. En daar is de ronde voor Ideal to go en Jaap van Rijn. Start is gevallen. Het begint met een galoppaard in het midden van de baan van Hazardeuze. Het is een kanspaard. Is dat Hazardeuze? Ja, dat is Hazardeuze die daar sprong. Uitgeschakeld, nummer 4 galop. En die is eruit. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. En daar wordt druk gezet aan de buitenkant door Luiten Vries. Die gaat de leiding overnemen met Haltiga Di Gheo. Neemt hem over van Haradja. Daarachter aan de buitenkant ligt Jaap van Rijn. Die gaat naar voren met ook een paard dat graag de kop wil hebben. Ideal Turgo. Gaat hard in de beginfase. Ook aan de buitenzijde onderweg is Jaika de Van met Henk Grift. Schuift ook door naar voren. En zo gaan we een hele vlotte opening krijgen. Is de leiding inmiddels overgenomen door Ideal Turgo.
11-8 is de eerste 500 meter. En aan de buitenkant gaat Henk Grift nu door naar voren met Jaika de Van. En die neemt nu de leiding over. Jaika de Van gaat nog even door en heeft de leiding nu te pakken. Idil Turgo ligt op plaats 2. Derde plaats daarachter is voor Haltiga Digeo. Vierde is daarachter Haradja. Achter Haradja gaat u naar het tweede spoor Kaya Kiel. Daar gaat Haradja net voor hem uit. En daarachter zijn wat andere deelnemers die de aansluiting nog wel hebben, maar die het op dit moment niet makkelijk hebben. En vooraan een positiewisseling, want Idil Turgo komt weer terug. Idil Turgo neemt de leiding weer over van Jaika de Van. Daarachter volgt Haltiga Digeo. Vierde plek is voor Haradja. En de tussentijd, tweede tussentijd, is 1.16.8. We hebben een vlotte eerste kilometer gehad van 1.14.3. En inmiddels zijn we in de laatste kilometer. Leiding in handen van Idil Turgo wordt gevolgd door Jaika de Van. Aan de buitenkant gaat nu naar voren Gaia Kiel. Gaia Kiel gaat naar plaats 3. Komt naast Haltiga Digeo. Daar naar achter in het tweede spoor gaat mee naar voren Haradja. Binnendoor schuift op Fayette Dream. Voorlaatste plaats is voor Harmonie du Nord. En de laatste plaats voor Frederike Norg. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Idil Turgo leidt. Idil Turgo gaat Kaya Kiel dichterbij krijgen. Vlak daarachter aan de relingzijde opereert Jaika de Van. Gaat makkelijk mee, tussentijd 19-9. En mooi in de koers ligt aan de buitenkant Haradja. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Jaap van Rijn doet dat als eerste, die laatste bocht indraaien met Idil Turgo. Idil Turgo, daarachter ligt in de wachtkamer aan de relingzijde Jaika de Van. En die krijgt zometeen een gaatje. We zijn halverwege de Tjarda-bocht. En Jaika de Van gaat een half spoortje naar buiten. Binnendoor gaat dat gaatje onmiddellijk in Haltiga Digeo. En zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Idil Turgo leidt nog altijd. Jaika de Van aan de buitenkant gaat proberen om hem aan te pakken. Probeert in te lopen, maar loopt nog niet in. Aan de buitenkant komt nu wel heel hard aan Haradja. Paarden zijn in de laatste meters. Aan de binnenkant nog altijd Idil Turgo. Idil Turgo leidt. En Idil Turgo gaat ook winnen. Idil Turgo, laatste 500 meter in 1.15.2. Blijft uit de greep van Haradja. En plaats 3 daarachter aan de relingzijde. Lijkt nog net voor. Dat is lastig te zien.